Het is nog niet zeker of projectontwikkelaar Bun een appartementencomplex mag bouwen aan de Vrijmarkt in Almere Haven. Of een meerderheid van de politieke partijen achter de plannen staat, bleef donderdagavond nog onduidelijk tijdens de politieke markt. De VVD is in ieder geval voorstander van de bouw. Er is een vraag naar woningen, vooral in Almere Haven, zegt Jurgen Morgenstond van de VVD. Daarom vinden we ook dat er gebouwd moet worden en zijn we ook heel blij met deze woningen. Als ik zo kijk naar wat is er gebeurd, wat heeft zich afgespeeld, is er ook geluisterd naar de buurt. En zijn op basis daarvan, aan de hand daarvan, zijn ook de plannen aangepast. Zo is de bouwhoogte verminderd en is de afstand tot de nabijgelegen woningen ook verkleind. Dus al met al zou ik zeggen ook, we vinden het goed dat er woningen komen en die zijn ook hard nodig, vooral ook in deze buurt. De projectontwikkelaar wil op de plek waar vroeger de supermarkt van Albert Heijn was gevestigd een wooncomplex realiseren met 34 appartementen verdeeld over 5 bouwlagen. De omwonenden van de Vrijmarkt zijn niet tegen de komst van woningen, maar ze vinden de huidige plannen te hoog en te groot. Chris Jansen van de PVV vindt dat ontwikkelaar Bun onvoldoende goed heeft geluisterd naar de bewoners. Nou, wat er aan schort in onze optiek is dat er een burgeractiviteit is geweest vorig jaar december. Dat daar een aantal terechte kanttekeningen zijn geplaatst door omwonenden die zich graag aangepast zouden zien in het plan. En eigenlijk heeft er sindsdien geen enkel contact plaatsgevonden tussen de ontwikkelaar Bun en tussen de omwonenden. Dus dan zeggen wij, ja, dan moet je dat gewoon niet doen. De gemeenteraad van Almere moet een besluit nemen over de bouwaanvraag, omdat het bestemmingsplan voor die locatie niet voorziet in de functie bewoning. De raad moet akkoord zijn met een aanpassing van dat bestemmingsplan. Volgens de VVD is er geen beletsel. Wat ik gezien heb in dit proces en wat ik ook gehoord heb van omwonenden, dat er geluisterd is, dat men ook persoonlijk langs is geweest en dat men zich ook gehoord voelde. En dat het een verrijking is voor de buurt, want dat vinden we belangrijk. Dus niet dat er alleen stenen staan, maar dat er ook geleefd wordt en dat het een buurt is, dat het een initiatief is dat bijdraagt aan de buurt. De PVV houdt de deur op een kiertje. De partij is geen fan van het huidige plan, maar er is een woningbouwopgave. Chris Jansen roept Bun op opnieuw in gesprek te gaan met de omwonenden. Als zij opnieuw met de bewoners om tafel gaan zitten en ze komen daar op een goede manier met elkaar uit, dan is het voor ons een mogelijkheid om toch in te stemmen. Ja. Er bleek te weinig tijd in de vergadering voor alle partijen om hun standpunt te geven. De raad praat erover verder tijdens de komende politieke markt.